De nieuwe ESPA's kan worden uitgerust met het Easy Park Assist systeem. Deze functie wordt geactiveerd via de knop op de middenconsole. Het ingebouwde waarschuwingslampje in de schakelaar gaat branden en het multifunctionele scherm verschijnt. Kies het gewenste soort parkeermanoeuvre in het menu. Loodrecht, parallel of diagonaal en bevestig uw manoeuvre. Zet de richtingaanwijzers aan de gewenste zijde aan. Zolang de rijsnelheid lager blijft dan ongeveer 30 km per uur, detecteren en identificeren de ultrasoonsensoren in het systeem beschikbare parkeerplaatsen. Wanneer er een plaats wordt gedetecteerd, wordt deze weergegeven op het multifunctionele scherm met de letter P, totdat het bericht stop verschijnt en er een geluidssignaal klinkt. De manoeuvre wordt dan gedelegeerd naar de auto en de bestuurder hoeft niet meer aan het stuur te draaien. De bestuurder moet echter wel de versnelling kiezen, het gas- en rempedaal bedienen en de instructies volgen die op het multifunctionele scherm verschijnen. Hij wordt ook geholpen door de klassieke parkeerhulp. Het uitgaan van het waarschuwingslampje P op het instrumentenpaneel samen met een geluidssignaal en het bericht manoeuvre beëindigd, waarschuwt u dat de manoeuvre is beëindigd. Om een parkeerplaats te verlaten, activeert u de functie, kiest u het soort parkeermanoeuvre, bedient u de richtingaanwijzers aan de gewenste zijde en bevestigt u uw manoeuvre. Kies de versnelling, bedien het gas- en rempedaal en volg de instructies die op het multifunctionele scherm verschijnen om uw parkeerplaats te verlaten.